Welkom bij De Wakkere Wereld, een gevarieerd wekelijk programma van Radio Nego Zaan. Presentatie, Jaap Wakker. Dankjewel Ron van Veenstein en toeverlaten achter de knoppen. We gaan er weer een gezellige uur van maken. Straks onze gast, Max van Remmerden, de singer-songwriter. Alweer voor de tweede keer. Luisteraars, naast mij is aangeschoven... Max van Remmerden. En Max, je zit al met de gitaar op schoot. Je bent singer-songwriter. Klopt, ja. Ga je gang. Dankjewel, daar komt ie. Let's get out for a stroll and try to forget what happened here. Clear our minds, get some air and find a way to start again. 'Cause I regret things I have said. So yes, my bad. No way to turn it back. It's not you, no it's not. I'm the one acting stupid here, I admit. It's my fault. Can I please try and repair? 'Cause I regret the things I have said. Oh yes, my bad. No way to turn it back. Of course it's not that simple. I'm not trying to play down, but a walk could be a start to reduce the pain somehow. I take the blame for all that went wrong. From here, I'm sure we can grow strong. Let us walk hand in hand with open hearts and clear intent. Our love is strong enough. Don't let this moment ruin us. I take the blame for all that went wrong. From here, I'm sure we can grow strong. Yes, I still hope you will find a way to forgive me, dear. With each step that we take, let's rebuild everything we had. 'Cause I regret the things I have said. So yes, my bad. No way to turn it back. Of course it's not that simple. I'm not trying to play down, but a walk be a start to reduce the pain somehow. I take the blame for all that went wrong. From here, I'm sure we can grow strong. From here, I'm sure we can grow strong. Nou, welkom Max. Max van Remmerden. Ja, fijn om te zijn. Ja, dat was een mooie binnenkomer. Dankjewel. Hoe heette dat nummer? My Bad. Een tijdje geleden ben je hier ook geweest. Ja. En toen vertelde je dat je in februari mee ging doen aan een jaarlijks terugkerend evenement op internet. Ja, elke februari sinds 2006 doe ik het. Is een Amerikaanse platform of site. Het aparte van die site is dat die de laatste week van januari gaat die open. Halverwege maart gaat die weer dicht. En in de maand februari kun je liedjes posten. En we zijn denk ik met zo'n 2500 man
die daar allemaal liedjes posten. Van over de hele wereld? Van over de hele wereld. En dan heb ik het echt vanaf Australië tot Zuid-Afrika, Amerika, Canada, Singapore, Jordanië. Ja, noem maar op. Finland ook veel. Veel Finland. Je merkt dat de populatie vooral is waar als eerste broadband was. Mensen die het niet weten. Ja, leg het even uit. Toch? Ja, leg het even uit. We hadden eerst de telefoonverbindingen nog in 2004, 5, 6, 7. En toen kwamen de eerste broadband verbindingen waar je snel in kon internetten. En dat waren vooral de Scandinavische landen, Amerika en Nederland, Duitsland. En vandaar dat daar in die tijd heel veel mensen al hun muziek konden posten. Want andere mensen hadden gewoon niet de mogelijkheid om een mp3'tje op het internet te zetten. Dus die landen waren vrij actief in die jaren. Nou ja, en de ontwikkeling is natuurlijk vrij snel gegaan dat iedereen nu muziek kan delen op het internet. Ja. Maar inderdaad, zoals je zegt, van over de hele wereld doen de mensen aan mee. Ja, en daar ben jij er één van. Ja. En dit jaar heb je ook weer meegedaan. Want ik zei nog van, als je klaar bent, daar kom je dan weer langs. Nou, je bent een beetje tot rust gekomen, geloof ik. Je vertelde ook dat het nogal wat vergt van je, toch? Ja, het is vrij intensief om dat creatieve proces in te duiken. Ja, over het hele jaar heb ik wel wat dingetjes, ideetjes en leuke gitaarriffjes en allemaal bij elkaar verzameld. En dat gooi ik dan in één map op mijn computer. En dan in februari ga ik daarmee puzzelen. En dan is het, je moet het eigenlijk voorstellen als een schilder die 6 ezels heeft staan. En aan elk schilderij wat aan het schilderen is. En zo ben ik met die muziek bezig. En ik probeer dan inderdaad, het is de bedoeling om 14 liedjes in 28 dagen. Nou, dit jaar 29 dagen was het, te posten. Ja, als streven om 29 nummers in 29 dagen te doen. Het zijn er 37 geworden. Goeiedag. Ik ben heel tevreden. En dat creatieve proces, dat vergt behoorlijk wat. Je bereikt ook wat als je er zo induikt, zo intensief. Maar daarna is het ook een zware dobber om... Ik heb er wel last van na die tijd. Ja, zoals een, zeg maar, een toneelgezelschap naar een première toe werkt en daarna de ontlading komt of zoiets. Ja, het is ontlading, maar het is ook van... het stelt allemaal niks voor. Waar ben ik mee bezig geweest? Ja. Dat nummer dat je zojuist voor ons gespeeld hebt. Heb je dat daar ook gemaakt? Ja. Ik heb dat nummer en... Kun je mij voor de dag komen, Max? Nou, dankjewel. Ja. Het is de eerste keer dat ik het nu live speel, inderdaad. My Bad. Dat is een tekst die... gewoon zo aangewaaid is, wat dan soms gebeurt. De plekken zo. Ja. En dit was gewoon de situatie, neem je dan in je hoofd van... ik heb iets stoms gedaan of stoms gezegd. En je kan daar met je partner of met de persoon waar je op dat moment mee zit... kun je er ruzie over gaan maken. Maar je kan ook gewoon zeggen van, jongen, inderdaad, ik ben dom bezig geweest. Laten we even een wandelingetje gaan maken. En dat klaart de lucht sneller op dan dat je dat helemaal moeilijk over gaat zitten. Ja. Meteen een goede tip voor de luisteraars. Nou, neem het mee, zou ik zeggen. Ik kan het zelf ook wel te hard nemen af en toe. Ja. Ja. Nee, maar het is raar dat je dan zo'n situatie gewoon in je hoofd neemt. En dan ga je schrijven en dan komt er zoiets uit, weet je wel. Dat is, dat is leuk. Ja, hartstikke mooi. Een volgende nummer heb je meegenomen. Of tenminste, ga je spelen voor ons. Ja. Ik ga zo meteen een nummer spelen. Het is eigenlijk een heel duidelijk lied over mezelf. Wat ik belangrijk vind om te doen. En dat het vooral authentiek moet zijn. En dat geen gekkigheid. Ja, het beschrijft een beetje de dingen die ik belangrijk vind in de muziek. Het heet in mijn straatje, ofwel in het Engels Up My Alley. En daarmee bezing ik de dingen die ik leuk vind om te doen in de muziek. Ja. Nou, dan gaan we graag naar luisteren. Mag ik? Oké. But not all year long, so only during farm I write my songs, and it works for me pretty well. Right up my alley. Host an open mic for
twice a year. Right up my alley. Oh, right up my alley. Recorded my songs in all kinds of ways. Like to keep it simple and unplugged these days. One microphone, one tape. That's all. No high-end gear. Right up my alley. Now when I'm on stage, guitar in my hand, I play simple tunes, I know where I stand. I do not pretend to be a star. I'm having fun, quite clear. Right up my alley. Hartstikke mooi, Max. Dankjewel. Was dit ook de eerste keer dat je het live speelde? Nee. Ik heb ook in de maand februari ben ik dit keer naar open mics gegaan in Amsterdam om een aantal nummers live te spelen. Om te dus kijken... tijdens die maand dat je eigenlijk heel intensief bezig bent, heb je ook nog een optreden gedaan? Ja. Ja, of open mics, waanzin. Zeg je? Ja, open mics. Je hebt er een aantal in Amsterdam. Waar je gewoon binnenkomt, je schrijft je in op een lijst. En dan zijn er een tiental mensen die twee nummers of drie nummers spelen. Er zijn verschillende mogelijkheden in Amsterdam om dat te doen. En je kan het wel vinden als je op open mic Amsterdam zoekt. Ook eentje bij Annette Vogel, die is hier ook wel eens in de uitzending geweest. Die heeft ook een hele leuke open mic. Daar heb ik zelfs, want ik had ook een nummer gepost, maar het waren eigenlijk 10 nummers van 15 seconden. Had ik als één nummer gepost. Maar het zijn 15 afzonderlijke nummers. En toen dacht ik, oh, dat is ook leuk om dat integraal op een open mic. Van 15 seconden? Het hele album van 10 nummers. Van 15 seconden achter elkaar te spelen. Dus dat heb ik bij Annette op de open mic gedaan. Ja, dat was ook een succes. Allemaal op banjo. Dat is ook nog verschrikkelijk. Want een banjo op een open mic, daar waren mensen ook niet blij van. Maar dat was ook leuk om dat een keertje gewoon live te doen. En dat is zo'n open mic is daar geschikt voor. Het publiek is heel erg lief. Laten we maar zeggen. Dus nee, in die maand ben ik ook een aantal open mics afgegaan. Gewoon om te kijken of liedjes werkten. En dat nummer Up My Alley, dat heb ik twee keer live gespeeld. En dat is twee keer goed gevallen bij het publiek. En ook zo dat het publiek meezingt meteen. Want het is een, je pakt het snel op. Ja, het is echt zo van een gezellige kroeg vol. En het is echt leuk. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Je hebt nog een nummer, hè? Voor ons. Ja, daar wil ik even over kwijt. Het is, zoals ik zeg, een Amerikaanse site. Maar iedereen doet er wel mee. Er zit ook een man op. Die is 87 jaar. En die schrijft alleen teksten. Dus die post. Dat is mooi. Lyrics.
En door de jaren heen is hij zo populair geworden dat heel veel muzikanten zijn heel happig om een van zijn liedjes te mogen vertolken. Ja. Ik heb dat nu 3 jaar achter elkaar gedaan. En dan, dan vraag je om zijn toestemming om die tekst op papier te, of op muziek te mogen zetten. Nou, dit keer heb ik dat met dit nummer gedaan. Wat gaat over inflatie. En hij is 87 jaar en hij heeft alleen maar inflatie meegemaakt. Dus het is eigenlijk een geruststelling naar de volgende generatie. Jongens, maak je niet zo druk. Ja. Het gaat gewoon de hele tijd zo door. Maak er wat gezelligs van. Maak er wat gezelligs van. Maar het is wel leuk om dan vanuit zijn perspectief, vanuit die leeftijd, dan zelf zou je dat nooit schrijven natuurlijk. Waar komt die man vandaan? Amerika, maar ik weet het even niet zeker. Ik dacht Ohio, maar... Weet ook nog hoe die heet? Nou, hij werkt niet met zijn volledige naam. Het is Senior Coops. Want zijn zonen doen er ook mee. De ene heet Z Coop en de andere heet nog ook iets met Coop. Hun achternaam is Cooper Ryder. Dus daarom heten ze Coops. Maar hij heet Senior Coops. Hij heeft de lyrics geschreven. En ik dus de muziek. En heb het tot leven gewekt. Zeg maar de tekst. Hij zal wel luisteren zo meteen, denk je niet? Ik ga hem zeker even informeren. Ja. Ik heb toestemming om het te mogen spelen. Nou, hartstikke leuk. Max, als wij jou gaan zoeken op internet, dan hebben we je zo gevonden, denk ik, hè? Onder Max van Remmerden. Nou, helemaal juist, ja. Ja, en vooral Bandcamp en YouTube. Bandcamp en YouTube. Ja. Nou, Max, ik vond het hartstikke leuk dat je er weer was. Ja, het was fijn om het te zijn. Dank je wel. En we zien je graag nog weer een keertje terug. Serieus? Nou, dat is fijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Tuurlijk. Dus, gaan we doen. Dus spreken we af. Als je wat kwijt moet, dan geef je maar even een gil. En dan gil het hier maar weer door de microfoon heen. Is een goede deal. Gaan we doen. Ja, toch, Max? Ja. Nou, laatste nummer. Inflation, hè? Ja, Inflation. Ja. Senior Coops has written the lyrics. This one is for you, Senior Coops. Max van Remmerden, dank je wel. Graag gedaan. Disinflation. So get used to